Heel graag kinderen. Ik ben jullie nieuwe meester. Ik heet Ruud Krol. We hebben sinds kort een nieuwe meester. Hij is een hele aardige man, maar hij doet soms wel een beetje vreemd. Mijn hobby's zijn stoppertjes spelen. Stoppertjes spelen op zijn leeftijd? Dat is toch gek? Wat is toch raar? Dat kan toch niet? Dat doe ik vaak op hele vreemde momenten. Dus. En nu gaan we rekenen. We kregen ook hele vreemde sommen van de meester. Stel dat een boef 3 jaar gevangenisstraf krijgt, maar hij gedraagt zich goed en krijgt verlof van 125 dagen. Wanneer komt hij dan vrij als hij op 1 augustus 2011 in de gevangenis is gegaan? Wat een rare som. Het lijkt wel alsof hij ergens anders aan denkt of zo. Twee wijkagenten zijn op weg naar school. Ze hebben een afspraak met de klas. Ze gaan iets vertellen over hun beroep. Verstoppertje spelen allemaal nu! De agenten vinden het heel vreemd dat ze een hele lege klas zien. Wat vreemd. We hadden toch een afspraak? Ja, we hadden een afspraak. Ja, kom, we gaan. Ja. Daar zijn we van af. Buut Matsjema. Buut Kim. Buut Luus. De meester verscheen ook een keer met een bivakmuts op school. Het is de meester! Meester, waarom heb je die bivakmuts op? Bivakmuts? Oh nee! Het is toch carnaval? Maar het is midden in de zomer! Het is hartstikke licht en warm buiten. Zomercarnaval? Een groepje leerlingen is door de meester weggestuurd om wat boodschappen te doen. Opeens zien ze overal posters hangen. Moet je eens kijken! Wat een bekend gezicht! Wie lijkt die nou? Hè, weer zo eentje. Hé, lijkt jullie op onze meester? De kinderen zijn verbaasd dat de aardige meester van hun klas een crimineel is. Hij wordt gezocht door de politie. Het wordt de kinderen nu opeens allemaal duidelijk. De vreemde sommen, het verstoppertje spelen en de bivakmuts. Ik ga het vandaag dus hebben over de Tweede Wereldoorlog. Het begon allemaal met een man. Meester! We hebben een poster gevonden. Bent u dat? Oké, ik zal het hele verhaal maar vertellen. Dit is mijn tweelingbroer. Zijn tweelingbroer is een crimineel die op de vlucht is. En hij helpt zijn broer soms om zijn plaats in te nemen, zodat de politie op een verkeerd spoor wordt gezet. Hij vindt het ook helemaal niet leuk meer. En hij denkt er de hele dag aan. Vandaar de soms vreemde sommen. Oké, dit was het verhaal. En nu allemaal aan jullie werk. Meester, je moet je broer echt aangeven. Ik ga hem niet aangeven. Het is mijn broer. Dat is het beste voor iedereen, meester. En anders bent u medeplichtig. Jullie hebben me overtuigd. Ik ga naar het politiebureau. Wij gaan met u mee, meester. Dat is fijn, jongens. Laat me eruit. Als ik hieruit kom, vermoord ik jullie allemaal. Doe je best, want je hebt toch levenslang. Waar zit jij eigenlijk voor? Ik heb maar 7 mensen vermoord en 2 ontvoerd. Dat je daarvoor in de gevangenis moet. En jij? Ik heb mijn school in de fik gestoken. Cool. Kom maar binnen. Wie zijn jullie? Jij bent... Dit is mijn tweelingbroer. De meester vertelt het hele verhaal aan de agenten. Zijn broer wordt gearresteerd en krijgt 3 jaar gevangenisstraf. Ik ga nooit de gevangenis in! Ik ben verraden! Deur dicht! Deur! Hey, alweer een nieuw gezicht. Wat heb jij gedaan? Niks aan! En zo ging de broer van de meester op 1 augustus 2011 naar de gevangenis. Hij kreeg 125 dagen minder gevangenisstraf vanwege goed gedrag. Wanneer komt hij vrij?